Weet je wat ik achter ben gekomen? Na 20 jaar met een vrouw. We zullen nooit een team worden. Mannen en vrouwen worden nooit een team. We worden oud met elkaar. Hè? We hebben misschien 60 jaar huwelijk, weet ik veel. Maar een team zullen we nooit worden. Communicatie zal altijd in de weg blijven staan. Communicatie tussen man en vrouw, altijd een probleem. Echt waar. De meeste ruzies in een relatie zijn terug te brengen naar miscommunicatie. Echt waar. Maar vrouwen hebben dat niet door. En vrouwen zeggen, nou, mijn man en ik, we zijn echt een team, hoor. Maakt niet uit hoe ver hij staat. Ik hoef maar te kijken en hij snapt mij. Hij snapt helemaal geen moer, echt waar. Je kijkt naar ons en wij doen... Communicatie zal altijd een probleem blijven tussen vrouwen en mannen. Echt waar, miscommunicatie. En geloof me, mannen, het ligt nooit aan ons. Nee, wij communiceren prima. Echt waar, wij hebben een manier van communiceren ontwikkeld. Dat is tegen het perfecte aan. Echt waar, nog 5, 6 jaar en het is perfect. Het is ongelooflijk. Het is simpel, het is duidelijk, het is makkelijk. Iedereen snapt het, ras, afkomst, maakt niet uit. Je moet een beetje dezelfde taal spreken en je snapt het. Als vrouwen op onze manier met ons zouden communiceren, zou het voor iedereen, dus ook voor hun, een stuk leuker zijn, dit leven. Echt waar. Als vrouwen op onze manier zouden communiceren. Vrouwen, ik ga jou nu even vertellen hoe je met ons moet communiceren. Als je dit opvolgt, wat je niet gaat doen, want je bent een vrouw. Maar als je het zou opvolgen, zou jouw leven vanaf morgen, elke dag, zou de zon schijnen voor jou. Elke dag. Je zou denken, ik heb nu al een gelukkig leven. Wat? Er zat nog meer in. Als je luistert. Wij mannen communiceren zo. Je zegt wat tegen ons. Wij horen dat. Wij verwerken dat. En gaan over tot actie. Simpeler bestaat niet. Logischer bestaat niet. Makkelijker bestaat niet. Als vrouwen dit zouden hanteren, zou het allemaal een stuk leuker zijn, dit leven. Maar vrouwen weigeren op deze manier met ons te communiceren. Vrouwen hebben hun eigen manier van communiceren met ons. Vrouwen zeggen niks tegen ons. Vrouwen willen dat wij dingen aanvoelen. Alle mannen hier in de relatie hebben hier dagelijks mee te maken. Ik kan het toch aanvoelen? Ik kan het toch aanvoelen? Moet ik alles zeggen? Moet ik alles zeggen? Ik kan het zelf aanvoelen? Moet ik alles voorkomen? Moet ik alles zeggen? Ik heb al 2 kinderen, heb ik een 3e bij? Wat ben je nou? Wat ben je nou? Ik ben met een kind getrouwd? Wat ben je nou? Ik kan toch zelf dingen, hè? Ik kan toch zelf dingen? Je ziet de situatie. Ik kan het toch aanvoelen? Ik kan het toch aanvoelen? Wat als ik er niet meer ben? Wat als ik er niet meer ben? Wat als ik dood ga dan? Wat als ik dood ga? Hoe ga je dat doen dan? Wat als ik dood ga? Wat als ik dood ga? Dat kan ik niet meer voor je denken. Dat kan ik niet meer voor je aanvoelen. Hè? Dat moet je het zelf doen. Wat als ik dood ga? Wat als ik dood ga? Als jij doodgaat, gaan we je begraven en dan komt er meteen een nieuwe. Dat is zeker niet het probleem. Het probleem is nu jij nog leeft. Nu jij nog leeft, zal je, als je dingen gedaan wil krijgen van mij, het toch moeten zeggen. Want wij mannen voelen geen moord.